Hoe vind je een gat in een onzichtbare ruimte? Dit is de Universiteit van Nederland. Als je het woord meetkunde horen, dan denken jullie waarschijnlijk aan passers en geodriehoeken. Maar echte wiskundigen, moderne wiskundigen, die vinden dat allemaal maar flauwekul en oude koek. En die hebben die dingen al lang in de vuilnisbak gegooid en zijn bezig met veel diepere dingen over de meetkunde. En een van die vragen is, wat is een gat? En nu kan je denken, wel, wat voor een belachelijke vraag is nu, wat is een gat? Ja, wat is een gat? Maar ik ga jullie vandaag proberen duidelijk maken dat eigenlijk een heel subtiele en eigenlijk heel moeilijke vraag is. En om dat een beetje te kunnen uitleggen, heb ik van alles meegebracht. En ga ik jullie een reis door de wiskunde geven met van alle props. En we gaan dus achterhalen wat een gat is. En zal blijken dat dat een heel moeilijke vraag is. Maar om te starten kunnen we met wat lekkers beginnen. Dus ik heb hier donuts mee. En iedereen ziet wel, een donut is een koekje met een gat in. Duidelijk. Maar je hebt ook krakelingen. Een krakeling is een koekje met 3 gaten in. Nou, ook duidelijk. Dus duidelijk een gat is wat een gat is. Maar dan heb ik hier bijvoorbeeld een paasei. Een paasei heeft geen gat. Wel, misschien eigenlijk wel. Als ik daar een stukje uit bijt, dan zie je dat daar eigenlijk wel een gat in zit. Maar is dat een gat of is dat... Dat is niet zo'n gat als in een donut. Dat is een ander gat. Dit is meer... Well, misschien kan je dat een holte noemen of zo. Is dat nu een gat? Dus er is toch duidelijk iets raars aan de hand. Okay. En om te achterhalen wat er precies aan de hand is met die gaten, moeten we eigenlijk terugreizen naar... Oeps. Moeten we terugreizen naar 1863 en meer bepaald naar Italië, naar Pisa. En in Pisa was er Enrico Betti, dat was een professor in Pisa, en die had bezoek van Bernhard Riemann. En Bernhard Riemann was de beroemdste wiskundige van die tijd, was een Duitser, en die had al heel veel verschillende soorten ruimtes uitgevonden. Riemann, hier zie je een aantal voorbeelden, tekeningen van ruimtes die Riemann had uitgevonden. Zijn abstracte wiskundige ruimte die je moeilijk kan voorstellen, maar hij had die allemaal verschillende uitgevonden. En in die ruimtes zaten ook gaten en hij was op zoek naar een manier om die gaten te ontdekken. Maar Riemann had ook last, had slechte gezondheid, had last van zijn longen. En hij moest dus vaak naar het zuiden om de frisse buitenlucht op te snuiven. En hij kende die Enrico Betti en hij zei, mag ik bij jou eens op bezoek komen naar Italië? En Betti zei, ja, kom maar langs. Want ja, dan kan je bij mij logeren en dan kunnen we s'avonds gezellig over de dingen des levens praten en wat wiskunde doen. En bijvoorbeeld ons afvragen, wat is een gat? Een hele maand oktober zaten ze samen thuis dingen te bespreken en ze kwamen op een manier om gaten te tellen. En Betty en Riemann hadden dat helemaal uitgewerkt en Riemann keerde terug naar huis, maar een paar jaar daarna is hij overleden. En Betty dacht, maar het is toch eigenlijk spijtig dat daar niets is uit voortgekomen. Weet je wat, ik ga dat opschrijven in een paper. En sindsdien spreken we over de Betty-getallen en die tellen hoeveel gaten er in een ruimte zitten. En hoe we dat bepalen, dat ga ik nu illustreren aan de hand van een ballon. Wel, hier heb ik een ballon. En net zoals het paasei, heeft die ballon hier binnen een soort van gat. En hoe kan ik dat gat tevoorschijn brengen? Op deze manier. En wat gebeurt er als ik daarin prik? Wel, dan gaat de ballon open en die trekt eigenlijk samen tot 1 punt. Okay. En dan is het gat verdwenen en de ballon ook verdwenen. Maar stel nu dat ik een donut heb, dan kan ik datzelfde trucje proberen doen. En nu denken jullie allemaal dat ik dit ga doen, maar dit is minder flexibel dan die ballon en gaat ook niet zo'n luid geluid geven. Maar ik heb daar een filmpje van gemaakt. Dan gaan we nu eventjes gaan kijken. Dus hier is een ballon waar ik prik. En als ik daarin prik, dan schrompelt die helemaal ineen, maar niet zoals bij de ballon tot 1 punt, maar tot 2 cirkels. En als ik het verder wil laten inschrinken tot een punt, wat moet ik dan doen? Dan moet ik 2 keer knippen, zodat die cirkels kunnen samentrekken. Dus voor een donut,
om die volledig weg te krijgen, wat moet je doen? 1 keer prikken en 2 keer knippen. En dat kan je doen voor elke ruimte. Dan kan je afvragen, ik heb een ruimte, hoeveel keer moet ik prikken, hoeveel keer moet ik knippen om dat weg te doen? En hier heb ik een tabelletje gemaakt. Wel, we starten met de ballon. Dan moesten we 1 keer prikken en 0 keer knippen. En Betty zei, wel, het aantal keer knippen noemen we het eerste Betty-getal en het aantal keer prikken het tweede. Dus het eerste Betty-getal is hier 0, want ik moest niet knippen. En het tweede is 1, want ik moest 1 keer prikken. Nu, bij die donut moest ik 1 keer prikken en 2 keer knippen. Dus het eerste is 2 en het tweede is 1. Nu, hier kan ik ook in prikken. En als ik dat doe, dan verschijnen er 4 cirkels. Dan moet ik 4 keer knippen. En dus is het eerste Betty-getal 4 en het tweede 1. Maar soms moet je helemaal niet knippen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar een schijf, dan zijn er een platte ballon, waar, dus die maar uit één ronde schijf bestaat, dan moet je die niet meer prikken, die is eigenlijk al open. Dus die krimpt gewoon samen tot een punt en dan moet je ook niet knippen. Dus dan heb je 0 keer knippen en 0 keer prikken. Dus op die manier kan je dat voor alle ruimtes doen. Dan kan je afvragen, ja, onze eigen ruimte, kunnen we daar ook de gaten in vinden? En als je denkt aan gaten in onze eigen ruimte, welke zijn dat dan? Wel, iedereen denkt, oh ja, zwarte gaten. Zwarte gaten, wel, zijn dat nu gaten die je moet knippen of gaten die je moet prikken? Wel, we kunnen dat ook op een andere manier zetten, die Betty-getallen. De gaten die je moet knippen, dat waren die cirkels, dus dat waren eigenlijk gaten die je kan omcirkelen. Het tweede Betty-getal telt gaten die je moet prikken, dus die zaten ingepakt in iets wat je in moest prikken. Dus dat zijn gaten die je kan inpakken. Nu, is een zwart gat nu een gat dat je kan omcirkelen of dat je kan inpakken? Wel, ik heb hier een pakje en wat zit daarin? Haha, hier zit een zwart gat in. Wel geen echt natuurlijk, want het was een beetje te gevaarlijk om mee te brengen. Maar het is een model van een zwart gat. Dus dat gat zat ingepakt. Dus dat is voor het tweede Betty-getal. Dus de zwarte gaten die kan je tellen met het tweede Betty-getal. Maar welke gaten kan je dan tellen met het eerste Betty-getal? Zitten er in onze ruimte ook gaten die je kan tellen met het eerste Betty-getal? Dan kunnen we ons afvragen en dan gaan we deze vraag iets vereenvoudiger. We gaan eerst kijken naar een computerspelletje. Dit is het computerspelletje Asteroids en dan moet je vliegen met een ruimteschipje en de meteorieten ontwijken. Oeps. Oh, wow. Nu kan je ook in die richting vliegen, maar wat je ziet als je zo vliegt, als je naar rechts, dan kom je langs links. En... Oké. Dus je ziet, als je naar boven vloog, dan kwam je van onder terecht. En als je naar rechts vloog, dan kwam je links. Dus we kunnen ons afvragen, hoe ziet die ruimte van... het ruimteschipje in Asteroids eruit. Wel, ik heb hier weer een modelletje mee. Ik heb hier mijn Asteroids handdoek. En wat moet daarmee gebeuren? Wel, zoals ik zei, als je hier naar boven vliegt, kom je hier terecht. Wel, dan moet ik gewoon de bovenkant aan de onderkant plakken. Wel, ik kan dat gemakkelijk doen met een beetje klittenband. Oké, dus dan heb ik de bovenkant aan de onderkant en dan heb ik een buis. Maar dan moet ik ook de linkerkant en de rechterkant verbinden. Wel, dat kan ik zo doen. Hop, en dan moet dit aan elkaar. En wat zien we dan? Wel, dat de ruimte waarin dat ruimteschip leeft eigenlijk een donut is. Asteroids is op een donut. Ongelooflijk. Dus misschien is onze ruimte ook wel een soort van donut. Wel, maar om dat te achterhalen, wat moeten we dan doen? Dan moeten we eventjes rond de ruimte vliegen. Ja, dat is wel redelijk moeilijk, omdat het nogal lang is om te doen. Dus we kunnen niet goed weten of onze ruimte gaten heeft die we kunnen tellen met het eerste Betty-getal. Maar wiskundigen die denken, wel, oké, we kunnen dat niet tellen, maar misschien zijn er andere ruimtes waarvan we wel gaten kunnen tellen, want we moeten onze verbeelding kunnen gebruiken. En daarom zijn wiskundigen geïnteresseerd in het bekijken van abstracte ruimtes. Ruimtes die niet echt bestaan en die je alleen maar kan inbeelden. Ik ga nu
jullie twee voorbeelden geven van abstracte ruimtes waarin dat je gaten kan zien te vinden. En de eerste is nog redelijk goed voor te stellen, dat is de kleurenruimte. De kleurenruimte is een ruimte die alle kleuren beschrijft. Nu, als je op de computer al iets gemaakt hebt met Paint of met CorelDRAW of een ander tekenprogramma, dan weet je, als je een kleur wil specifieren, wat moet je dan doen? Dan moet je de rood, groen en blauw waarde geven, R, G en B. Dus je moet drie getalletjes geven. Als je rood veel geeft, dan is het een rode kleur. En als je blauw veel geeft, dan is het een blauwe kleur. Als je alles veel geeft, dan krijg je een witte kleur, bijvoorbeeld. Dus je kan die drie getalletjes specifieren. En dus eigenlijk is de kleurenruimte iets driedimensionaal, want je moet drie getalletjes geven. Net zoals je in onze ruimte is ook driedimensionaal, want je moet de hoogte, de drie richtingen weergeven. Driedimensionaal. Dus ik heb hier de kleurenruimte meegebracht. Dat is een kubus. En dan zie je, in deze richting is de rode richting. Deze richting is de groene richting. En hier is de blauwe richting. Okay? Dus die kleurenruimte is een kubus. En elk punt op en in de kubus stelt één kleur voor. Dus deze kubus is een ruimte. Zit er in die ruimte een gat? Wel, je zal denken op het eerste zicht niet, maar dat hangt een beetje vanaf van wat je precies denkt dat een kleur is. Is bijvoorbeeld wit een kleur? Of zwart? Wel, wit, zwart en grijs, de meeste mensen zeggen, ja, dat is niet echt een kleur. Dus die moeten we eigenlijk uit de kleurenruimte halen. Wel, dat kan ik doen, kijk. Oeps. Dit is zwart, grijs en wit. En die zaten hier helemaal in het midden. Dus zie je, hier is het zwarte, hier is het witte. En als je de lijn daartussen volgt, dan heb je al het grijze. En nu zit er in de kleurenruimte een gat. En dat gat kan ik wel zien. Kijk, hop. Mag wel zien. Dus in die kleurenruimte zit er een gat. Is dat nu een gat dat we kunnen inpakken of kunnen omcirkelen? Wel, we kunnen dat gat omcirkelen, want we kunnen rond dat gat wandelen zo. En dan gaan we door alle kleuren van de regenboog en hebben we een kleurencirkel gemaakt. Dus die kleurencirkel die wandelt rond het wit-grijze gat. En je ziet, dus het wit-grijze gat is eigenlijk een gat dat we kunnen omcirkelen. Dus dat is het eerste Betty-getal dat we hier weer tellen. Dus we hebben een ruimte, een abstracte ruimte gevonden die we ons nog redelijk kunnen voorstellen en waar een gat in zit. Maar bijvoorbeeld, als je nu denkt aan andere dieren, bijvoorbeeld honden en katten, die kunnen niet, die hebben geen drie pigmentkleuren in hun ogen, maar twee. Dus voor een hond is de kleurenruimte maar tweedimensionaal. Die heeft niet een kleurencubus, maar een kleurenvierkant. Okay. Een garnaal, een bitspringhaangarnaal, dat is een heel speciaal garnaal, die kan 12 kleuren, verschillende soorten kleuren zien. Dus de bitspringhaangarnaal die heeft een 12-dimensionale kleurruimte, waar waarschijnlijk ook een gat in zit, maar dat weten wij niet goed en die garnaal nog minder. Okay. Nu zijn er ook nog andere. Dus we hebben nu 12-dimensionale ruimtes. Zijn er nog andere meerdimensionale ruimtes? Ja, ik ga nog een voorbeeldje geven van een 6-dimensionale ruimte. En daarvoor heb ik er nog iets meegebracht. En dat is het volgende. Ik heb hier een vliegtuigje meegebracht. En ik ga kijken naar de bewegingsruimte van het vliegtuig. De bewegingsruimte van het vliegtuig, je zult denken, ja, dat is driedimensionaal. Een vliegtuig kan op en neer, voor, achter, links, rechts bewegen. Dus in drie richtingen. Maar een vliegtuig kan nog drie andere soorten bewegingen doen. Het kan optrekken, het kan zo draaien en het kan ook zo rollen. Dus je hebt eigenlijk 6 soorten bewegingen dat een vliegtuig kan doen. Dus een vliegtuig vliegt rond in een 6-dimensionale bewegingsruimte. Nu, dat is 6-dimensionaal. We kunnen ons niet voorstellen hoe die ruimte eruit ziet. Maar zit daar misschien een gat in? Daar zit inderdaad een gat in en dat gaan we nu illustreren. Daarvoor heb ik iemand nodig om mij eventjes te helpen. Dus als jij eventjes dit lint vasthoudt. Dit lint is onze hulp voor het gat te zien. Dus we gaan een omcirkelgat zien. Dus dat wil zeggen dat we een cirkel kunnen maken rond het gat. Nu, wat is een cirkel maken in de 6-dimensionale bewegingsruimte? Wel, dan moet het vliegtuig rondvliegen in die 6-dimensionale ruimte. Dus het vliegtuig moet terugkomen waar je was, maar niet alleen waar je was, maar ook
in dezelfde oriëntatie hoe hij was. Okay? Want anders ben je rondgevlogen in die zesdimensionale ruimte. Nu, je kan dat op verschillende manieren doen. We gaan het eventjes tonen. Dit is een heel saaie manier. Zo. Maar heel moeilijk om te vliegen voor een piloot. Maar dit is een cirkel die niet rond een gat gaat. En hoe kunnen we dat zien? Wel, hier gebeurt niks met die tape. Nu gaan we de klassieke pilotenmanier om een cirkel te maken. Dat is een looping. Dus het is... En dan vliegen we zo, hop, en ben ik rondgevlogen. Maar je ziet, wat is er nu gebeurd? Hier zit een twist in. Okay, zie je, hier zit een twist in die tape. En die twist kan ik er niet uit krijgen zonder dat ik het, als ik het vliegtuig vasthoud. Dus als ik het vliegtuig vasthoud, kan ik die twist hier niet uit die tape krijgen. Maar nu, wat ga ik doen? Nu ga ik nog eens rondvliegen, nog een looping. En dan zo. Dus ben ik twee keer rondgevlogen. En nu komt het wonder. De twist is weg. Dus dat is een heel speciaal gat. Dus als we één keer rondgaan, zijn we rond dat gat geweest en zien we die twist, die zit vast. Dus, maar als je twee keer rondgaat, dan is het gat verdwenen. Dus dat is eigenlijk een half gat. In die ruimte zit dus een heel speciaal gat. En dat gat is zo speciaal dat zelfs Riemann en Betty zich niet bewust waren dat er zo speciale gaten waren. Dat gat in die bewegingsruimte, dat is niet alleen een beetje spielerij met dat vliegtuig hier, dat is echt een heel belangrijk gat. Dat is van cruciaal belang in de natuurkunde. En ik kan daar heel veel over vertellen, maar dan moet ik over kwantummechanica en elektronen en bosonen en fermionen, allemaal veel te ingewikkelde termen beginnen. En daarvoor hebben we geen tijd. Maar daarom ga ik afsluiten met een trucje dat ook met dat gat te maken heeft. Hier heb ik een bekertje voor nodig. Ik ga namelijk een gat in mijn eigen bewegingsruimte laten zien. Namelijk, mijn eigen bewegingsruimte is ook... Wel, ik kan bewegen zoals het vliegtuig, vooruit, achteruit, omhoog en omlaag. Ik kan ook draaien, maar ik kan ook mijn gewrichten allemaal nog bewegen. Ik heb 360 gewrichten. Dus de zes dimensies van het vliegtuig plus nog de 360 mogelijke bewegingen geeft een 366-dimensionale ruimte. Mijn bewegingsruimte is 366-dimensionaal. Kan je je niet voorstellen, maar zit daar een gat in? Wel, ja, inderdaad. En kan ik rond dat gat draaien? Ja, kijk maar. Nu ga ik zo. Ben ik één keer rond dat gat gedraaid en nu rap, twee keer en ik zit terug in de normale positie. Dus in mijn 366-dimensionale bewegingsruimte zit er ook een gat of een half gat. Wie zal het zeggen? Dus we zijn terug aanbeland bij de vraag waarmee we begonnen zijn. Hoe vind je een gat in een onzichtbare ruimte? En het antwoord is: door er rond te draaien.